Ja. Ze zijn bezig hoor. Met een wedstrijdje. Liegen. Ja, in Den Haag. Ja. Wie kan er het beste liegen? Ja, want het zijn er. Zoals wij het vroeger noemden, vrienden. Het zijn liegbeesten. Ja, wat weet je hem nog? Toen met Rutte. Nadat die longnummer. Ik kom er zo op hoor met haar. Want die liep toen met een mapje, weet je wel. Met omzicht, functie elders. En het werd een rel van hier tot Dokkum. Nou, en toen ging. En dat ging toen Rutte, die ging dat ontkennen. Ja, dat daarover gesproken was. Hè? Over omzicht, ja. Het is, ja, want hij is de uitvinder, Rutte, van. Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Ja. En dat noemde ik toen al het nieuwe liegen. Ja, dat is het nieuwe liegen. Ja, want het maakt niet meer uit. Je hoeft de waarheid echt niet meer te vertellen, vrienden. Ben je gek? En dus, hij had geen actieve herinnering. Maar in dit geval gebruikte hij een andere, want hij kwam er niet uit. Want hij zei van ja, dat weet ik niet meer over omzicht. En toen stond het ineens in notulen dat daarover gesproken was. Met die verkenners. Ja. En toen zei hij, dat was een betere zin nog. Toen zei hij, ik heb me dat verkeerd herinnerd. Ah, ja. Is dat goed? Ja. In het kader van het nieuwe liegen. Die kon dus worden bijgeschreven. Ja, want vanaf nu mogen jullie en ik, mogen wij ook meedoen aan het nieuwe liegen natuurlijk. Hè? Want daarheen. Ja, en die Ollongren, ja, beste mensen, die doet daar dus nu ook geweldig aan mee. Die denkt, oh, maar wat Rutte kan, dat kan ik beter. Ja, want zij is erbij geweest bij die Ariep. Toen Nieuwsuur, die kwam daar mee. In een van de eerste gesprekken waren verkenners Jorritsma en Ollongren. Die waren de verkenners voor de formatie van een nieuw kabinet. Ja. En die gingen naar Ariep. En een van de eerste dingen waarmee zij kwamen, in ieder geval Jorritsma, die zei, wat moeten wij met die omzicht? Ja, dat was natuurlijk een probleemkind toen. Nou, en dat is dus nu ook opgeschreven. En het is nu uitgekomen dat ze gelijk begonnen te zeuren over die omzicht. Ja, en nu, ja, zegt iedereen tegen die Ollongren. Heb je toen al lopen zeuren daar bij die Ariep? En zij zegt, dat kan ik me helemaal niet herinneren. Haha, ja, Ollongren, goed, ja. Ook in het nieuwe liegen, geweldig. Ja, en vrienden, het is ongelooflijk. Ja, maar er komen leuke tijden aan. Er komen leuke tijden aan. Want er komt een kamerdebat over. Ja, alsof je dat niet zou herinneren. Hè? Dat je daar naar die Ariep gaat. En er is natuurlijk één geweldig onderwerp. Die omzicht. Ja, moeten we dan maar in. Daar hebben ze nog lang over gehad. En dat weet je dan niet meer. Ja, en laat me nou, ik heb net al gelachen, maar laat me nou toch niet lachen. Laat me nou op. Dus, maar die Ariep, die komt ook naar de kamer. Die komt getuigen over dit hele verhaal. En die Ollongren, ja, die krijgt ze, boem, 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 boem. Die krijgt ze nog. Ja, dat wordt. Vrienden, er komen nog hele leuke tijden aan.